In de ether op 107.8 en 105.5 op de kabel. Of wereldwijd via rtvassen.nl. Radio Assen. Wat ga je doen? Ik zelf niet zo heel veel, want ik ben geblesseerd. Ik heb 14 juni heb ik een dijbeenspier afgescheurd. Dus ik zit in de labbemand en ik moet nog maanden revalideren. Maar we gaan nu Jan Wagenaar uit Friesland en Wout Zijlstra, ook een legendarische sterkste man. Die gaan een wereldrecordpoging doen, een truckpool van 100 kilo. En... 100 ton. Dat is wat anders, maar ja. Hoe gaan ze dat doen? Gaan ze dat met z'n tweeën doen? Ze gaan er met z'n tweeën voor, krijgen een harnas om. En hebben een touw om zich met de handen voor te trekken en met de benen, dus met handen en benen voor te trekken. En dan gaan ze proberen om hem 10 meter te verplaatsen. Hoe heb je je voorbereid? Goed slapen, hè, vooral. Goed rusten, goed eten, hè, belangrijk. Veel koolhydraten. En, maar vooral de rust is bij zoiets heel belangrijk van tevoren. Hè. En heb je dit al vaak gedaan, een truc naar voren? Ja, ik had sterkste maar van Nederland had ik dit jaar. En dan is hij 22.000 kilo. Maar ja, dit is 100.000, dus het is niet te vergelijken. Dit is gewoon onvoorstelbaar. Is dit nou te vergelijken met de normale dingen die jullie normaal optillen? En, Nee, dit kun je nergens mee vergelijken. Nee dit is... Ja, krijg maar eens zoiets bij elkaar. Heb je maar eens een mooie locatie voor. Dat is bijna niet te doen. Maar is dit makkelijker omdat je hem vooruit trekt en de banden onder zitten? Is het dan makkelijker dan normaal of is dit juist moeilijker? Nee, dit is veel zwaarder. Is veel zwaarder. Hij heeft achter hele kleine bandjes en dan die wrijven we heel erg in het asfalt. Hij mag ook absoluut niet lang op de weg blijven staan, want dan zakt hij gewoon in de weg. Zakt hij weg. En dan heb je gewoon kuilen in de weg waar hij staat. Dus ze willen hem ook zo snel mogelijk weer weg hebben straks. Zijn jullie er klaar voor? Ik ben nu al begonnen met... Ja, ik moet niet te veel naar die vrachtwagen kijken. Want dan twijfel ik toch. Maar als ik die kant uit kijk, ja, ben ik er klaar voor. Hoe hebben jullie dit voorbereid? Nou ja, trainen en afwachten dat zoveel kilo's te trekken zijn. Je weet het niet, hè? Want, En jullie hebben zelf thuis geen vrachtwagen staan? Nee, ik heb alleen maar machines. En we trekken op andere wedstrijden wel eens vrachtwagens natuurlijk. Ja. Maar dit zijn gigantische gewichten, die kun je nooit trainen eigenlijk. Nee, onmogelijk. Dus het is de eerste keer dat er 100 ton wordt getrokken? Eerste keer dat 100 ton wordt getrokken. Dus dit is nooit vertoond. En het materiaal, dat kan tegenwoordig, dat zie je, zo'n grote shovel erop. Als de weg sterk genoeg is, dan proberen wij ook sterk genoeg te zijn. Oké. Nou, heel veel succes. Bedankt. Ja, overleef ik het niet, groet aan mijn familie. Het zal wel goed komen. Ik snap er niks van, hoor. Ja, mooi, hoor. Ja, je bent even naar horen. Jan, hoe voel je? Moe. Was het zwaar? Ja, best wel. Ja. Is het zwaarste wat je ooit hebt gedaan? Ja, tot nu toe wel. Het hoeft niet erger voor mij. Ben je blij? Tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Maar ik vind het eerst wel leuk zo. Ik hoop ook dat niemand het verbreekt of zo eerst. Anders moet ik weer. Maar het was wel super om te doen. Gefeliciteerd! Ja, dacht ik ook. Je leeft nog!
Dat lukt toch? Ik word in de lucht gedeeld. Zo. Waarom ben je hier zie over? Maar dit zijn te zwarte huizenslagen natuurlijk. Maar dat zei ik, de start voelde ik die was goed. Touw strak. En dan loopt hij wel. En dan krijg je ook moed, hè. Maar dat het kring niet loopt. Is dit kansloos. Is dit het zwaarste wat je ooit hebt gedaan? Ja, dit is het zwaarste wat ik ooit. Dit is het zwaarste wat ik ooit. Moe maar voldaan. Ja, prima. En dat klopt ook allemaal. Want de vrachtwagen die zakt gewoon weg in het asfalt, hè. Ja. Kun je wel zien. Het asfalt is wat zachter. 100.000 kilo. En ik weet zo langzaam, ik doe 24 jaar wedstrijd. Ik weet wel wat kilo's zijn, hoor. Ik weet wel wat... Ik heb wel respect voor kilo's. Nou, maar het is ook weer betrekkelijk. Dit zijn topprestaties. We hebben een keer met de sterkste mannen, 6 sterkste mannen van de wereld. Nee, 10 sterkste mannen van de wereld. Touwtrekwedstrijd tegen een olifant. En dat verloren we. Dus de natuur is nog weer sterker. Het mens is maar beperkte kracht. Maar dit is dan de top van de menselijke kracht. Ja. En dan houdt het voor de mens op. Ja, nou, zo'n meisje jou tillen, dat, hè. Daar heb ik geen moeite mee, hoor. Nou, rustig aan. Ja, ik neem echt even. Dit moet ik niet elke dag doen, hè. Radio Assen.